De eerste Colossense brief, Colossense 1, schrijft Paulus dat er een geheimenis is. die eeuwenlang verborgen is gebleven. maar die nu openbaar is geworden. En Paulus schrijft dat het over Christus gaat, namelijk Christus in u, de hoop, de heerlijkheid. En hij spreekt daarover de geest van Christus, de geest van God. In ons, de hoop, de heerlijkheid. Nou, hij schrijft dat die profeten eeuwenlang dat het eeuwenlang verborgen is gebleven. De profeten in het oude testament schreven er continu over en ze profeteerden er continu over, namelijk over Immanuel die komen zou. God met ons. Jezus die kwam onder de mensen, maar Jezus zei: het is goed dat ik naar de Vader ga, want dan kan ik de Heilige Geest, de Geest van mijzelf, de Geest van God. De geest van God zelf sturen naar jullie. En hij zal in jullie wonen. En zou onder God zelf zal onder jullie wonen. De geest van God. En hier gaan we het volgende week zaterdag over hebben, op 10 februari in Rotterdam. En we noemen het de Holy Spirit School. We gaan de hele middag aan beide. We gaan ook mensen de handen opleggen voor de vervulling met de Heilige Geest. We zullen geactiveerd worden in de gave van de Heilige Geest. Je zal leren om een persoonlijke relatie met Hem te hebben. En je, zal, je, zal, je leven zal getransformeerd worden. Ik bid echt dat je erbij zult zijn. Je kunt gratis rekenen. De hele middag vanaf 1 tot 5 is gratis. Wees welkom. Zorg dat je getraind wordt. En zorg dat je leert over wie God is, wie God wil zijn in jouw midden. Halleluja.